Hey, leuk dat je weer kijkt. We zijn inmiddels terug van onze roadtrip. En iets wat we in onze roadtrip eigenlijk zouden doen. Wat door verbindingsproblemen helaas niet gebeurd is, doen we dat nu. De trekking van onze giveaway van de Efteling kaartjes. Vorige week afgelopen. We hebben ondertussen de foute antwoorden hebben we al gefilterd. Zodat alleen nog maar de juiste antwoorden overblijven. De vraag was namelijk voor die twee kaartjes. Wat er in de video die opgegeven stond. We zijn terug. Extra zat wat daar absoluut niet thuis horen. En we hebben een aantal antwoorden gekregen die absoluut niet goed waren. Maar ook wel een aantal die wel gewoon goed waren. En jullie willen natuurlijk graag weten wat het was. Het was echt niet makkelijk. Dat was een klein beetje bewust. Want het is niet niks wat we zomaar even weggeven. Maar het juiste antwoord was een elfje. En om helemaal specifiek te zijn, was het een elfje uit Droomvlucht. Zou zeggen van ja, dat zal wel. Hier is het bewijs. Ik zal het ook eventjes. Komt er ook nog in het voorjaar. Maar daar komt ook nog binnenkort meer over. Komt er ook nog een hele leuke giveaway. Daarnaast realiseerden we ons wel degelijk dat het wat lastiger was. Dus hebben we een aantal hints gegeven die op zich ook vrij duidelijk waren. En hier zijn ze, zeg maar. Dus voor de rest rest ons niks anders dan de winnaar te trekken uit de winnende inzendingen. Of uit de juiste inzendingen. Om even zeker te zijn dat mensen niet gaan denken van hé, het is doorgestoken kaart of iets dergelijks. We hebben het geheel gedaan via Gleam. Gleam is een bewuste keuze. Omdat je daar volledig, zonder dat je ziet wie er meedoet, mensen kan laten meedoen. Dus dat betekent dat ook echt iedereen mee kan doen. Of het nou familie, vrienden of volledig onbekenden zijn. Ik zal het gelijk even laten zien. Dit is hoe de bladzijden eruit zien. Ik krijg dus echt gewoon de inzendingen te zien als zijnde sterretjes. Dus ik heb geen flauw idee wie is. Ik kan alleen maar zien op basis van de sterretjes wie wat is. Nou, zoals je ziet, aardige meerdere juiste antwoorden zien staan. Dus blijft voor de rest niks over dan even nu naar de winnaars te gaan. En 1, 2. Daar gaat hij. Eén winnaar voor twee kaartjes. We gaan aan de slag. En de winnaar is Manon. Ik heb bewust even de achternaam voor de rest weggelaten, weggeblurd. Maar Manon, van harte gefeliciteerd. Je hebt twee kaartjes gewonnen voor de Efteling. En ze komen zo snel mogelijk jouw kant op. Dus bij deze heel veel plezier ermee. Bedankt voor het meedoen. En wellicht tot ziens in de Efteling. Doei doei!